In Home of Hits neem ik, Kraantje Papi, je mee achter de voordeur van mijn collega-artiesten. Hey. Ik ga kijken waar hun hits zijn ontstaan. Oh, dat zijn allemaal nummer 1 hits. Ja. Je kan me alles wijsmaken, die heb ik niet. Ik krijg een unieke kijk in de crib. What the hell? Waarom hang je allemaal van dit soort dingen op? Dat hang ik niet op. En we gaan het natuurlijk hebben over het leven naast het podium. Hier ben ik gewoon Leo, hier ben ik papa. Maar echt alles behalve muzikant, zeg maar. Dit is Home of Hits. Met Little Cranny Crane. Ja, guys, daar zijn we weer. Dit is hem, de laatste Home of Hits van dit seizoen. En vandaag, ja, hij wordt speciaal, want ik ben namelijk op weg naar de vrouw waar in maart 183 motherfucking miljoen mensen naar keken. Ze heeft hits met Bluff, hits met Frenna, Kevin, bescheiden hitje met mij. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Steen. Oftewel, S10. Daar gaan we. Dit zijn nieuwe tijden. Kan niet meer domme dingen doen. Moet dat ontwijken. Want ik heb better codes. Het is allemaal van die hoge panden zijn het hier. Het zijn van die momenten dat ik hoop dat er wel een lift is. Hallo. Hallo. Alles wel? Ja, met jou? Ja, zeker. Ik kom echt binnenvallen. Kom erin. Niet te veel trappen, toch? Eentje. Ah, dat red ik wel. Ja, dank je. Ik vind het ook echt leuk dat ik hier mag zijn. Hartje Amsterdam. Yes. Ben je een Amsterdamse? Nee, geen Amsterdamse, maar ik woon nu, denk ik, bijna 2,5 jaar hier. Ja? En het voelt wel thuis? Ja, ik zou niet meer naar een andere stad willen. Nee? Het voelt wel voor mij als thuis. Ik heb altijd het idee dat gewoon, jij bent ook wel redelijk de rust zelf. Is de stad dan niet te druk? Nou, ik kom uit een dorpje waar het heel rustig is en ik ben daar nog wel eens en dan vind ik het daar wel heel stil. Ja, okay. Hier is wel altijd iets aan de hand en ik vind het buurtje heel leuk. Ja, en buren precies. En dat vind ik altijd wel nice. Maar dat is wel heel zakelijk gelijk. Hoe laat is het? Het is iets van 10 uur, denk ik, of niet? Ja, zoiets. Half elf ongeveer. Dus wat we allemaal willen weten, hoeveel Red Bulls zijn er ondertussen al op? Er is er geen één gedronken nog vandaag, want ik ben gestopt. Voor de mensen die het niet weten, je was serieus van de Red Bull? Ja, ik dronk wel. Ik heb heel lang 5 Red Bulls per dag gedronken. Dat is toen naar 1 per dag gegaan. Dat was altijd in de ochtend, als ik wakker werd. Ja? Maar ik rust het gewoon niet echt meer. Dat is niet zo gek. Nee. Het is ook best wel goor. Ja, dat vind ik dus nu ook goor. Ja, ik was laatst ook ergens uitgegaan en toen had iemand Red Bull Wodka voor mij gekocht. En toen nam ik daar een slokje van en toen ging ik helemaal zo. Ja, gewoon echt cold, helemaal weg. Het is niet meer voor mij. Want hoe ziet dat er voor jou uit, zo'n ochtend dan? Dus geen Red Bull, maar je wordt wakker en dan? Dan ga ik meestal, doe ik gelijk oortjes in, muziek. En dan doe ik even een trui aan en een joggingsbroek. En dan zet ik even een ijs latte. Ja. Soms havermelk, soms normale melk, waar ik zin in heb. En dan ga ik daar in dat raam zitten en dan rook ik een sigaretje en dan ga ik douchen. En dan ga ik beginnen de dag. Wat zat er vanmorgen in de oortjes? Ik ben laatst veel aan Mac Miller aan het luisteren. Ah. Dat oude album. May you rest in peace. Nou, ja. Dat is, we hebben in aflevering 1 hadden wij natuurlijk onze grote vriend Snelle. Knip. Ik zal in elk geval even zorgen dat ik de plaat waar die op staan, dat die hier bezorgd wordt. Ja, dat kan dus niet. Anders lacht hij hier wel. Want die is gewoon niet te koop. Deze plaat van Mac Miller is heel belangrijk, maar die kan niemand vinden. Zo zei ik heel dapper. Ik zei, nou, als je hem wel hebt, laat even weten. Ik denk dat ik 150 berichten heb gehad. Oh. Die plaat is hartstikke makkelijk te vinden. Oh. Hij is gewoon hartstikke lui. Nou, dan ga ik hier naartoe. Meestal is dat dan in de ochtend, dan heb ik dus nog wel, kom ik wel net uit bed. En dan schaam ik me niet heel erg, maar soms wel een beetje. Want ik doe dan ook wel eens gewoon mijn badjes aan en dan ga ik hier gewoon staan. En maar heb je buren die jou kennen en jou herkennen? Ja, zeker. Kan dit? Gaat dit? Ja, dat gaat. En dan ga ik hier zo zitten en dan ga ik gewoon roken. Gewoon beginnen. En dan is muziek op. En dan, dus je zet een uur van tevoren je wekker om dit moment te pakken. En dan als je pech hebt, dan is dus dit gaande op de achtergrond. Ja. Maar nou heb je gewoon een mega festivalseizoen gehad. Ja. Hoe was dat? Ja, heel sick. Maar wel, omdat dat vind ik altijd best wel gek.
er is gewoon nu zoveel gebeurd dat ik het ook allemaal wel heel snel vergeet. Maar heb je genoten wel van het festivalseizoen? Ja, ik heb heel erg genoten, maar ik ben ook wel... Ik heb het ook wel vaak een beetje stom gevonden om op te treden, omdat mijn muziek allemaal best wel nu oud is, behalve De Diepte en Aan Me In. Neem ons mee. Je stapt het busje hierin. Luisteren jullie onderweg veel muziek? We luisteren vast de eerste twee albums van Cefalini. Oké. Want die zijn gewoon heel erg goed. En die pakken ons altijd heel erg. Hey, ik zoek licht en daarom ren ik in het donker. Ik ben boos, kan niet lachen. Het is zo lijp dat jij bent natuurlijk eigenlijk gewoon een rapper. Nou, dat vind ik niet. Maar ik hou hip-hop is wel mijn grootste inspiratie, denk ik. En wat ik heel leuk vind aan Cefalini, of tenminste leuk... Cefalini, die heeft gewoon heel veel pijn. Maar hij rapt op een hele interessante manier erover. En zijn eerste plaat vind ik een beetje vergelijkbaar met bijvoorbeeld Antipsychotica van mij. Want het is gewoon eigenlijk nog heel roekeloos en de mixes zijn heel weird. Maar wat hij zegt, vind ik, dat komt gewoon voor mij heel erg binnen. En in de kleedkamer? Ja, in de kleedkamer zij gaan dan altijd opbouwen en dat soort dingen. En ik ga meestal mediteren. Luister ik dus muziek en dan ga ik meestal gewoon in mijn eentje even dansen. En dan moet iedereen gewoon even wegblijven. En dan ga ik gewoon alles even in me heel goed realiseren dat dit mijn lichaam is. En dat ik daar bewust van ben. En op een gegeven moment dan heb ik altijd het gevoel alsof ik de lucht kan voelen. Zoals je dan zo doet, dat ik denk, ja, ik voel de lucht. En dan ben ik echt... ben ik er heel erg. Heb je daar standaard muziek ook bij? Meestal wel, ja. Weeval. Okay. En dan is er altijd één lied dat heet Time Goes. Aan de ene kant zeg mijn hele lichaam, als jij zegt, ja, dan kan ik de lucht voelen. Aan de ene kant denk ik, ja, dat is dus mooi, want dan ben je dus helemaal zen. Terwijl de andere kant van mij denkt, nou, die is knettergek, die gaat gewoon de lucht staan voelen. Dat is mooi toch niet? Dan gaat hij niet de lucht voelen, die gaat toch gewoon het podium op. Ik kan niet zo heel veel meer doen dan vertellen wat ik zing of zo. En dat moet wel oprecht zijn. En vaak, als ik op het podium sta, dan kan ik letterlijk denken... nou, ik sta te zingen, maar ik denk eigenlijk... morgen moet ik dit en dit doen. En dan denk ik aan iemand en dan denk ik aan de boodschappen. En dan... maar ik zing het wel, maar ik ben er niet. En ik wilde gewoon graag meer er zijn. En je kan natuurlijk ook moeilijk als je kijkt... waar de thematiek van jouw muziek, dat kan je ook niet. Zo van, ja, ik heet wel mensen welkom in de feesten... en daar gaat een stuk minder diepte mee gemoeid dan Dick. Maar ja, desniettemin, het is allemaal muziek. En ik zie een gitaar en ik zou je vertellen... ik heb dus gitaarlessen tegenwoordig. Oh, nou, hij is echt niet gestemd. Dus, oh, maar ik kan ook nog niet. Ik heb pas 3 gehad. Maar ik pak hem gewoon vast. En als we dit goed knippen, lijkt net of ik nu ga spelen. Maar synth spelen doe je wel, want we liepen net langs synth. Ja, ik heb dus een synthesizer, maar ik kan dat dus niet. Maar ik speel er wel even op en ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik zou eigenlijk wel kunnen zeggen dat het mijn hobby is. Oké, dan gaan we dat dus wel nu in beeld brengen. Ja. Want als jij het wel speelt, maar niet kan, dat is een beetje hoe mijn hele leven aan elkaar hangt van alles. Deze synthesizer komt ook heel veel terug op mijn album. Want ik neem hem altijd mee naar sessies en dan... Want hij zit vol met stokgeluiden. Heel veel geluiden. En op je album hebben dan de producers met deze gespeeld? Of zeg jij gewoon van ik heb dit allemaal gemaakt? Ja, dus zij hebben deels gespeeld. En ik ga soms ook een beetje mee opkutten als liedjes al bijna af zijn dan. Sluit deze gewoon even aan en dan... Ga je door je eigen liedjes heen spelen? Ja, dan past dat meestal nog wel. Ja, want dan krijg je gewoon producerpunten. Dat is natuurlijk voor de portemonnee ook lekker. Dat is lekker, lekker. Ook voor mij, ja. Hoe oud was je toen je erachter kwam dat je muzikaal was dan? Nou, ik weet niet of ik echt heel muzikaal ben, maar toen ik 14 was, toen had ik een gitaar gekocht. Toen ging ik op gitaarles. Of 13, denk ik. En toen vond ik dat gelijk eigenlijk al zo leuk dat ik gelijk al liedjes zelf ging schrijven op de gitaar. Met de akkoorden die ik dan had geleerd met gitaarles. En ik schreef toen in het Engels. Het eerste liedje wat ik heb geschreven, dat heette Dark Room Filled with Flowers. Oké. Okay. En dat had ik gewoon op... En je was 13? Ja. Oh, heerlijk. Ja, dark dus room filled with flowers. Wist je wat een dark room was toen die tijd al? Nee, nog niet. Nee. Helaas. Maar toen... Ja. Helaas. Nu, daarentegen. Ja. We are sitting... in this dark room filled with flowers. Hoeveel liedjes zijn hier ontstaan van dit album? Best wel weinig. Ik heb met deze synthesizer wel één liedje, een beginnetje van gemaakt. Dat liedje heet Wat als niemand op mij wacht. Waar gaat het over?
Nou, het is een soort house track. En daar zing ik eigenlijk de hele tijd... Wat als niemand op mij wacht? En dan kan je heel erg op dansen. Heb je het idee dat je nu deze plaat ook vanuit een veel... met veel meer plezier in het algemeen hebt gemaakt? Ja, zeker. En ik zit gewoon best wel al heel lang heel goed in mijn vel. En voor mij voelt dit album ook eigenlijk als een soort nieuw debuut. Als een nieuw start voor mij. Want ja. Veel oude muziek van mij is gewoon best wel heavy. En ik kan me daar eigenlijk helemaal niet aan relateren op dit moment. En toen was ik ook nog wel gewoon een kind, zeg maar. Toen ik vind wel dat op je 17e zulke heftige platen uitbrengen... ook wel veel verantwoordelijkheid met zich mee heeft gebracht voor mij. En ik word daar heel vaak nog aan herinnerd. Maar ik was me op dat moment helemaal niet bewust van... wat ik schreef of wat ik tweette of wat ik op Insta zette, zeg maar. Waardoor ik best vaak nog geconfronteerd word met die Steen. Terwijl die Steen al heel lang niet meer... En zie je dat als iets negatiefs? Want ik denk dat niet per se, hoor. Oké, ik wou niet zeggen, want ik denk... Omdat je zegt, sorry dat ik daar zo heen ga... Maar omdat je zegt van, ik word daar nog mee geconfronteerd... en ik wist niet precies wat... Ik denk dat iedereen zal beamen dat juist de manier waarop jij dat wel deed... precies was wat heel veel mensen nodig hadden. Ja, ik denk dat het heel goed ook, was. Ja. Oh, oké, gelukkig. Dat voel ik ook wel zo, maar het is wel... Zeker in mijn... ik vergelijk het altijd met dat je scheiding je identiteit is geworden. Dus dat stel dat jij gescheiden zou zijn en ik ben een journalist... dan zou ik altijd als ik jou zie... zie ik die scheiding als een heel groot onderdeel van jou. Terwijl jij waarschijnlijk al 5 jaar geleden die scheiding achter de rug hebt gehad... en al weer een hele leuke nieuwe persoon hebt ontmoet. En alles gaat eigenlijk supergoed in je leven. Maar toch altijd als ik jou zie, zeg ik... Hey, maar hoe zat het nou met die scheidingen? Ja, ja, ja. En dat heb ik heel vaak in mijn leven... Dat mensen heel graag met mij over vroeger wilden praten... terwijl ik heel erg iemand ben die heel erg vooruit wil... en niet te veel terug wil kijken. Ik zit me de hele tijd al in te houden van allerlei shit die ik zie. Want ik heb het idee dat ik dit ergens van ken... Ja, dit is de albumkroon. Wel, hè? Ja. Dus, maar het is mag dus, hem pakken? Ja, je mag hem pakken, maar het is wel een beetje, het valt wel een beetje uit elkaar. Nee, dan doe ik het niet. Ja, mag wel, want het is dus echt gesoldeerd, zeg maar. Ik had het vroeger met handarbeid. Ja, ik ook. Heb je hem ook zelf gemaakt? Nee, het is dus deze kroon van het album. Ah ja, tuurlijk. Ik denk dat jij hem wel past, of ja. Ja, denk ik het ook wel. Wauw. En nog iets verwilderder moet je eigenlijk mee kijken. Ja, ik fok er wel mee. Wel lijp dat het dus bij jou op de voorkant van je koffer echt mega excentriek en iets heel moois is. En dat ik er echt als een randmobiel uitzie. Het is toch lijp, toch? Dat je gewoon zo'n trek je een Prada pakje aan, denk je, ik ga best wel goed. Ja, en dan zet je eens een ding op je af en mijn hele dignity is helemaal weg. Ja. Ik doe hem ook snel weer af. Ja. En dan natuurlijk het belangrijkste in het huis. Voor de vaste kijkers onder ons, de ouders van Fleming in weer een andere setting. Ja, is het gek. Dat zie je toch bijna overal. Die hebben dat ontzettend leuk gedaan. Ja, daar is die. Dit is wel vet. Was ik de eerste die jou een gouden plaat gaf? Ja. Dat is mooi, hè? Ik vond het ook heel leuk. Ik zei, dat ik hierheen ging. Thuis tegen Sarah, tegen mijn vriendin. Die ken je ook. Ja. En toen hadden we het er nog even over dat jij bij ons meedeed in de AFAS. En dat je daar eigenlijk geen reet aan vond. En dat vind ik nog steeds een van de leukste dingen ever. Hè? Toch een volle AFAS keertje gezien. Ja. Je moet hem daar ook zelf doen. Klopt, kom, ja. Hoor. Heb je nou eindelijk al een keer een nummer gemaakt met Moela? Want je bent hem overal aan het prijzen. Is er nou een keer een liedje? Ja. Echt? En kunnen we dat horen? Kan het wel laten horen? Oké, Moela B. Ja. Het heet De Ergste Dag. Als ik praat, dan luister jij niet. Als ik kijk, dan zie je mij niet. Sorry, schat, ik ben die guy niet. Het was net zo leuk, dus kill die vibe niet. Je zegt sorry, voel je spijt niet. Je hebt tijd, ik hoef je tijd niet. Je luistert wel, maar je begrijpt niet. Het was net zo leuk, ik kill die vibe niet. De ergste dag heel dom. Ging ooit weer voorbij. Ooit weer voorbij. Dus blijf nog even bij mij. Nou, en dan... Vet, hoor. Ja, ik vind het wat heel een hoop hard. Dementie zitten erin. Wanneer komt die uit?
28 oktober. 28 oktober, dus als we dit aan het kijken zijn, nog heel eventjes wachten. Ja. Dus we hebben echt al een klein beetje een primeurtje. Ja. We mogen dankbaar zijn, jongens. Even een bedankje sturen naar Stinus. Ik heb nogal trek. Ik ook. Ja. Gaan we dan improviseren of ken je echt plekken hier? En, ik ken wel plekken hier waar we echt, waar als we tijd zouden hebben, dat we echt even uitgebreid iets zouden kunnen eten. Maar hier om de hoek zit ook een tent. En zij hebben een menukaart en daar staat letterlijk alles op wat je kan bedenken. Het is ook zo'n grote menukaart. Ja. En mij lijkt het eigenlijk leuk om daarheen te gaan, want dat is gewoon voor iedereen een keus. Dus ja, ik volg jou. Ja. En ik wil eigenlijk nog even naar de wc als kan. Die is hier. Oh, het is gewoon hier. Oh, daar ben je er gewoon bij, soort gewoon, van. Gewoon ja. Gek. Ik ga ook luisteren. Dus echt? Oh ja, vet. Ah, kijk. Kan jou het schelen? Een van de beste, meest begeerde muzikantenprijzen van het land. Zet hem gewoon op het toilet. Waarom staat hij hier, Stien? Ja, omdat hij past niet echt ergens anders bij. Nee. En ik vind het daar ook wel gewoon gezellig staan. Ja. Ja, vind ik ook. Het is wel ook gewoon in dit kleine ruimte natuurlijk ook een beetje de sfeer als het evenement. Ja, precies. Ja. Oh ja, ik ging plassen. Nou, ik kom aan. Songfestival was wel echt een doel. Wat is het volgende doel dan? Nieuw album. Gelukt. Vette shows maken. Oké. Okay. Volgend jaar Lowlands staan, wil ik heel graag. Dat moet wel gaan lukken toch, lijkt me, of niet? Ja. En gewoon dat dat als ik speel, dat mensen gewoon daarheen willen komen of zo. En ik zou wel heel graag een huis willen kopen. Nou, volgens mij zijn deze doelen allemaal best wel een stuk realistischer op dit moment dan toen je zei ik ga het Songfestival doen. Ja. Hoe kijk je tegen de winter aan? Heb je daar vaak last van? Ik vind het nu al best wel moeilijk dat het zo koud is en zo. Maar ik ga in november 2 weken in mijn eentje naar Amerika. Dus, waarom alleen dan? Vind ik lekker. Dan kan ik goed nadenken. Want als ik zo vrij mag zijn, je hoeft geen antwoord te geven, maar het liefst wel. Zoals nu waren we bij jou thuis, was ook alleen. Maar ben je daar altijd alleen of is er ondertussen ook al een S11 die daar af te wakker wordt? Nee. Sorry, ik had echt niks beters, het spijt me. Nee, ik ben niet aan het daten of zo, of geen verkering. Nee? Nee, kom nog wel denk ik, maar voor nu hoeft dat ook niet echt per se van mij. Ik vind het leuk om alleen te zijn. Ja? En om te focussen. En als er iemand leuk genoeg is, dan komt dat vanzelf wel goed. Er gaan 2 dingen gebeuren nu. Dat is 1, ik ga denk ik weer naar binnen lopen, nog een keer bij dit beste tentje, om nog een broodje te halen. Mm-hmm. En verder ga ik jou gewoon ontzettend knuffelen en me bedanken. Thanks. Ik vond het fucking leuk dat we A, welkom waren, maar vooral ook B, dat je mij de kans gaf om dit te doen, want het is ook nieuw. Dus daar wil ik voor bedanken. Ik vond het superleuk. Gelukkig. We hebben knijteveel zin in en spreek voor iedereen die kijkt in je plaat. Leuk. We zijn allemaal mega trots op je dat het zo goed gaat. Thanks. En als je een huis hebt gekocht, komen we graag weer. Ja, dan zou ik echt een home tour doen. Doen we. Ja. Doei. Ja, lieve mensen, ik word er echt bijna emotioneel van, maar ik moet toch echt gaan zeggen dat dit hem was. De laatste aflevering van het eerste seizoen van Home of Hits hier op 538. We hebben lieve mensen ontmoet, we hebben mooie huizen gezien, we hebben gave muziek gehoord en we hebben misschien wel nog veel mooiere verhalen gehoord. Ik heb het in elk geval heel erg naar mijn zin gehad en dus wat mij betreft gaan we ons klaarmaken voor seizoen 2, maar dingen kosten nou helemaal geld en ik ook. En Groningen is ver rijden, dus mocht je net zoveel zin in ik hebben als ik, even geld halen.